En we zijn nog steeds in actie voor de cultuur. En nu met twee nieuwe gasten. Martine Zeeman en Adrie van der Knaap. Goedemiddag. Goedemiddag. Martine, mag ik je en jij zeggen? Ja hoor, ja, zeker. Dankjewel. Martine is regisseur, theatermaker, producent en docent. Docent in theaterwetenschap? Ja, nee, ik geef drama aan studenten en aan hulpverleners. En ik geef toneellessen aan eigenlijk alle leeftijden, 5 tot 95. Oh ja? Ja. En nu online allemaal? Ja, nu online. Ben je niet moe van online? Ja, ik ben wel moe van online, ergens. Maar het is ook toch wel heel fantastisch om te zien dat iedere week iedereen er is. Echt? En dat heeft me zo verbaasd, ook met de jongeren. En ik dacht, je kunt steeds wel kijken van wat kan niet, maar veel interessanter is om te kijken wat kan wel. En als je dan met elkaar aan de slag gaat, nou, zo af en toe sta ik gewoon achter de laptop, sta ik te springen en oefeningen te doen. En dan zoomend. Maar ik laat ze schrijven. Ik laat ze heel veel scènes schrijven, ja, dialogen. Perfect. Wacht even, ik moet nog eventjes onze mede, ook de andere gast eventjes. Ja, natuurlijk. Dan zit hij er ook maar bij. Adrie van der Knaap is bestuurslid van het Museum Engelandvaarders in Noordwijk. Dat klopt. Dit jaar 5 jaar bestaat, heb ik nou nog helemaal nooit van gehoord. Vertel. Nou ja, dat is ook een van de redenen misschien wel dat ik hier ben. Maar Museum Engelandvaarders is inderdaad 5 jaar geleden opgericht. Koning Willem-Alexander heeft de opening gedaan. Met name Eddy Jonker, voormalig Engelandvaarder, heeft zich enorm sterk gemaakt om dat museum dus van de grond te krijgen. Gelukt in Noordwijk. Het gaat ontzettend goed. Elk jaar hebben we een toenemende bezoekingsaantallen. Oh ja? Inmiddels vorig jaar zelfs in het eerste halfjaar meer dan 2700 scholieren die het museum kwamen bezoeken. Veelvuldig als, met Martine als museumdocent. Dus het gaat hartstikke goed. Jammer even van dit jaar dat er half maart natuurlijk een kink in de kabel kwam. Ja. Want ja, 75 jaar vrijheid had natuurlijk uitbundig willen vieren. Tuurlijk. En dat is even iets anders gelopen tot nu toe. En hebben jullie ook nog de nawee van de Soldaat van Oranje? Die vlak bij jullie speelt. Nou, dat is ontzettend belangrijk. Engelandvaarder. Een ontzettend belangrijke Engelandvaarder geweest. Ja. Maar dat is één van de Engelandvaarders. Er zijn zoveel andere mannen en vrouwen die dat gedaan hebben. En juist ook aan al die anderen wil ons museum ook aandacht schenken. Ja. Maar jullie zijn hier voor een voorstelling. Ja, omdat we een voorstelling in voorbereiding hadden en opeens stopte dat. Wat was dat voor voorstelling? Wat zou jij doen? Een voorstelling waarin ik jongeren uit deze tijd, uit 2020, jonge mensen, terug wil brengen naar 1943, naar de oorlog, om daar eigenlijk de dilemma's te laten ervaren uit die tijd. En te kijken hoezeer die eigenlijk ook verankerd zijn in het hier en nu. Ja. Ja. En deze voorstelling, ik ben hier eigenlijk op gekomen omdat ik als rondleider werk, als museumdocent. En ik merk gewoon enorme fascinatie bij scholieren voor de oorlog. Voor de Tweede Wereldoorlog. Voor de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben natuurlijk vaak thuis ook wel verhalen gehoord van hun opa of oma. Maar het hele avonturen wat erin zit, het gevaar. Dat is, vinden ze natuurlijk heel uitdagend, maar het interactieve museum is gewoon ook zo gemaakt dat kinderen zelf worden geprikkeld en uitgedaagd om die reis te maken. Dus steeds kom je terug op die vraag, wat zou jij doen? Wat zou jij doen als je terechtkomt in de oorlog? Ga je in het verzet? Of ga je onderduiken? Wacht je af? Of ga je naar Engeland? Ja. Nou, en door gesprekken met kinderen en door scholieren te laten bezoeken en die uitwisseling te hebben, onder andere ook met Eddy Jonker, Rudy Hemmers. Nou, dacht ik, het is toch heel mooi om dat de dilemma's die erin zitten en de vragen die het oproept, ook vragen uit deze tijd zijn. Ja. Ja, wanneer kom je in actie? Ja. Wanneer ga je iemand vertrouwen? Wanneer ga je iemand anders helpen? Zeg, en dat is natuurlijk helemaal met de coronacrisis. Ja. Platgelegd. Ja, dus in één keer wordt geen voorstelling gemaakt. Ja, er wordt wel een voorstelling gemaakt, want we zijn achter de schermen gewoon doorgegaan. Iedere week gekeken, wat zegt het kabinet, wat zegt Rutte erover. En op een gegeven moment hoor je 30 mensen en dan hoor je 100 mensen in het theater. En dan denken wij gaan met elkaar aan de slag. Dus we zijn naar theater gegaan. Theater waar we uitvoeren, eerste week van september. Welk theater? Theater de Muze in Noordwijk. 300 man. Hebben we op gerekend, maar nu kunnen er 100 in. Dus dat betekent dat we dubbele voorstellingen spelen. Iedereen speelt dubbele voorstellingen. Ja, dus acteurs, muzikanten, de hele cast en crew is daartoe bereid. Maar verdienen niet dubbel. Nee. Omdat mensen zeggen, ja, we snappen dat in deze tijd. Maar verdienen wel enkel. Ze verdienen ze verdienen iets. Gelukkig wel enkel. Nou ja, dat is al in deze tijd al heel bijzonder. Dat is echt heel bijzonder.
Maar je hebt nodig dat je elkaar de hand toereikt en gaat samenwerken. Ja. En in het theater zeiden ze, we gaan onderzoeken hoe dat kan. Dus we hebben alles maken we nu op de anderhalve meter. Ja. Gelukkig zijn er zalen omheen, zodat het publiek in verschillende zalen kan wachten. Verschillende momenten erin gaat. Toch een logistieke operatie. Ja, het is een enorme logistieke operatie. Ja. Nou ja, net zoals hier overigens. Hè? Want dit is ook dit fantastisch fenomenaal wat hier gebeurt. Dit is een wonder even gezegd hebben. Dus, ja, zeker. Ja. Zeg, en jullie hebben al iets gefilmd, hè? Ja. Kunnen we iets zien, een klein stukje? Ja, zeker. We hebben een trailer gemaakt. Dat moest natuurlijk ook coronaproof. Dus met één iemand het museum in een verlaten leeg museum. Ja. Was je erbij? Ja. En ook op de duinen, weet je wel, want het is Noordwijk. Ja, Noordwijk. Het is natuurlijk in de duinen. Het museum is in een bunker gevestigd, dus het is natuurlijk een fantastisch dagje Noordwijk. Nou, Dus de foto's en de films zijn gewoon allemaal doorgegaan, zoals Martine zegt, in het gesloten museum. Fantastisch. Ja. En mogen we het even zien? Ja, natuurlijk. Zo benieuwd. Ja, laat even kijken. Nou, alle informatie bij zeepaanzee.nl. Museum is dus in een bunker, zie je. Ja, klopt. Ja, zeker. Mooie trailer. We moeten helaas al door naar... Namens wie zitten jullie hier? Namens hoeveel mensen gaan jullie tekenen? Nou, ik ga tekenen in elk geval namens al die vrijwilligers die bij ons museum werken. Het is allemaal belangeloos, kosteloos. Met liefde. 14 vrijwilligers die met passie en liefde het inderdaad doen. Daarnaast ook 5 bestuursleden. En daar geldt exact hetzelfde voor. Dus ik wilde graag voor die 19 mensen tekenen. En natuurlijk alle bezoekers die geweest zijn en die hopelijk ook nog gaan komen om van het prachtige museum en de prachtige verhalen van de Engelandvaarders kennis te nemen. Ja, maar we houden het op die 19. Prima. Zit je daar zelf wel bij? Ik zit er zelf bij. Dan is het goed. En jij? Ik ga voor 70 mensen. Want als je er 10 op het toneel hebt, heb je er soms 35 achter de schermen lopen. Dus juist die mensen, de vrijwilligers waarmee wij werken, die onontbeerlijk zijn in onze projecten, die doen van harte mee. En ook de lokale talenten, want die mengen we met jonge mensen van kunstvakopleidingen en professionals, om mensen te laten ervaren en te leren van elkaar in dit vak. Dat heb je nodig om op weg te komen. En, dankjewel. 70 mensen. 70 mensen, dan komen we op 89 mensen. Ja. Die worden erbij geteld bij de 606.444. En ik wil jullie vragen om even je handtekening te zetten op het bord. Heel graag. En wel bedankt. Graag gedaan. En nog succes met de actie.